Hoi allemaal, ik heb vandaag voor jullie weer een shoplog. Ik ben onder andere naar Primark geweest, naar Action en ik heb een aantal leuke schoenen gekocht. Het is niet heel veel dat ik gekocht heb, maar ik weet dat jullie shoplogs heel erg leuk vinden. Dus vandaar dat ik het toch even met jullie wil delen. Laat ik beginnen met Action. Daar heb ik een dagcreme van Garnier gekocht voor de gevoelige huid. Het staat er allemaal in het Russisch op en er is een sticker overheen geplakt met een Engelse tekst. Maar dat maakt op zich niet uit. Hij was volgens mij nog geen 2 euro. En voor Garnier is dat heel erg goedkoop. Ik heb deze nog nooit geprobeerd. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Ja, ik ging eigenlijk naar Action voor de nieuwe shower foams. Dat zijn douchegels in de vorm van een schuim. Dus als je op een pompje drukt, komt er gelijk schuim uit. Misschien ken je ze wel van Rituals. Nou, die hebben ze dus nu bij de Action ook. Maar die waren er niet meer. Die waren gewoon helemaal uitverkocht. Ze hadden nog wel de scrubs en de body butters of body creams, ik weet precies wat dat zijn. Maar de geuren daarvan vond ik niet echt lekker, want de geuren die ik wilde, die waren echt totaal uitverkocht. Dus ik ga nog een keer terug. En ik heb dus alleen deze dagcreme gekocht bij Action. Als dat is, dan hoor je er zeker iets over. En als het echt helemaal niks is, dan misschien ook wel. Laat het gewoon even weten of dat je benieuwd bent naar de review van deze dagcreme. Verder ben ik nog heel even bij Primark geweest en daar heb ik ook maar één dingetje gekocht. Het was namelijk super druk, dus ik had echt ook geen zin om te passen. Dus dit vest heb ik daar gekocht. Die kon ik daar wel passen, want die trok ik gewoon over mijn kleren aan. En hij zit echt super lekker. En ik zal hem nog even aantrekken, zodat jullie kunnen zien hoe dat staat. Verder ben ik nog bij de schoenwinkel van Assem geweest. En daar heb ik echt hele gave pumps gekocht. Deze. Ze zijn van het merk Voltan. Ik kende dat merk niet, maar ik vond ze wel heel erg leuk. En ze waren enorm afgeprijsd. Ze waren van 200 euro naar 50 euro. En ik merk echt zoveel verschil met andere pumps die ik heb. Normaal heb ik best wel goedkope pumps van Haren of zo. Of weet ik veel. Gewoon niet duurder dan 50 euro. Maar ja, deze zijn dus 200 euro geweest. En die zitten zoveel beter. Je merkt het gewoon dat het doet eigenlijk gewoon bijna geen pijn meer. Je hebt geen tulletjes nodig of zo. Of om de pijn weg te halen, want het loopt gewoon al goed. Dus hier ben ik echt super blij mee. En ik heb nog een paar schoenen gekocht bij Clarks. En ik vind Clarks, ik vind het een beetje een duf merk, als ik eerlijk mag zijn. Het zijn een beetje van die gezondheidsschoenen of zo, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik heb deze pumps gekocht met een heel klein hakje. En ik vond ze best wel leuk. Ik zocht al pumps met een kleine hak, zodat als je zeg maar een hak wil dragen, maar je wil niet te hoge hakken of zo, maar je wil ook geen platte schoenen, dan is dit een perfect maatje ertussenin. En die waren ook afgeprijsd van 90 euro voor 28 of 27. Dus, en ze zijn van echt leer, net als die andere schoenen. Die andere schoenen zijn helemaal van leer, dus zowel de binnenkant, de buitenkant als de zool. En deze is volgens mij alleen van de buitenkant leer, maar dat weet ik niet echt zeker. En ja, hier ben ik ook echt super blij mee. Zeker voor die prijs denk ik echt dat ik een goede deal heb gescoord. Nou, en dat was mijn shoplog alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En tot de volgende keer. Doeg!